Dit is zoveel makkelijker, hè, dit. Het is zo gewoon kan hakken. Ah, een creeper. Ah, nog een creeper. Ah, mees. Stop, stop, stop. Dan gaan we echt dood. Dan gaan we echt dood. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn. Mijn jongens en meisjes. We zijn vandaag gewoon wedergekeerd in Content Veen. En er zat hier cobblestone en ik weet niet waarom. Elke keer als ik mijn video begin is er wel iets gaande. Altijd gezeik. We zijn hier in Kingdom Vallei Toeter, wat niet echt een kingdom is, maar toch noemen we het een kingdom. En voordat deze video begint, abonneer allemaal eventjes. Reageer dat je bent geabonneerd. En dan zou ik jouw reactie een hartje geven, net zoals altijd. Wauw! Jongens, toen ik net de server joinde, zag ik dit in aanbouw. Geheim project. En er is al toch een prachtige button hier, waar ik heel graag op wil klikken. Oh! Oh! Maar dat vertrouw ik niet, dan ga ik dood. Oké, we gaan mijn spulletjes even wegleggen. En dan vind ik het prima. Oké, jongens, ik heb geen levels. Ik heb een houten pickaxe, een bijna kapot diamond zwaard meegenomen. 5 broodjes. Ik ben klaar om bij wijze van dood te gaan. En ik heb geen idee wat het is, maar we gaan het zien. Jeet! Wat is het? Oh. Ik wist het. Ik ben zo blij dat ik mijn spullen heb weggelegd. Wat een loser project dit. In aanbouw. Geheim project. My ass. Dit is ook dichtgebouwd. Waarom is dit ook dichtgebouwd? Iedereen bouwt alles dicht. Ik had mijn armor aan. Nee, ik moet naar beneden. Ik had mijn armor daar aan. Ik kon mijn spullen terugpakken. En ik denk, waar is mijn armor? Maar die had ik gewoon nog aan. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Nee! We gaan lekker beginnen met het interieur. Yay! A.k.a. dat wordt hakken en hakken en hakken. Eigenlijk heb ik hier even iemand voor nodig die me kan helpen. Want dit is echt insane veel hakken voor één persoon gewoon. Dus ik ga even iemand proberen te bereiken. En misschien ben ik dan zo meteen niet meer alleen. Wat een vreselijk werk vind ik dit eigenlijk. Gewoon dat trage uithakken. We zijn op zich al best ver. Het enige is dat hierboven zit ook zeg maar nog een hele verdieping waar gehakt moet worden. Kijk, Rick komt me helpen. Oké, ik ben nu in die ruimte hierboven. En het is hier zo donker, dus het moet echt goed belicht worden. Maar Rick is er. Kijk, Rick gaat naar boven. Die gaat dit dan mooi hier weghakken. Dan doe ik de diepte wel. Mooie is, Rick zit nu gewoon letterlijk op school. Ik PM Rick. Ik zei, yo, kan je helpen met wat uithakken? Zegt hij, ja, prima. Ik kan alleen niet praten, want ik zit op school. Ik twijfel echt heel erg wat voor interieur ik wil maken. Ik zit letterlijk te twijfelen om gewoon met quartz een vet modern-achtig interieur te maken. Maar ik kan het ook gewoon in de stijl doen van, ja, deze hele vallei. En gewoon een beetje ouderwets. Een beetje met hout. Een beetje met andesite. Een beetje met weet ik veel wat allemaal. Met steen. Dus het is aan jullie, vind ik, in de reacties om te laten weten. Welke stijl moet ik het interieur maken van de bank? Heel modern. Althans, heel modern. Heel typisch bankachtig met quartz en weet ik veel wat. Jullie moeten het oprecht laten weten. Robin! Hallo? Hallo? Ja? Wil je me helpen? Met wat? Hak. Ja! Yay! Redt hij het niet, de beacon? Nee. Nee, dat moeten we verplaatsen. Wie heeft dat? Iemand heeft zoveel teruggestolen. Oh, maar echt heel veel. Iemand heeft heel veel gestolen. En niet zo'n beetje ook inderdaad. Hij heeft één is al beter dan niks, weet je. Dus laat het in ieder geval hakken. Maar iemand heeft echt heel veel ijzer teruggestolen. Ja, ik zou wel een volledige proberen te maken. Ik weet niet of dat... Ja, ik heb die blokken daar niet voor. Nou, dat stelen we wel weer bij, verlenen we bij René. René, als je de video kijkt... Sorry. Pas op voor dit gat. Ja. Ja, hees 2. Dit gaat al zoveel tijd besparen. Nog sneller hakken. Nog sneller hakken. Yeah! Dit is zoveel makkelijker, hè, dit. Als je zo gewoon kan hakken. Even. Als je kool tegenkomt, moet ik het hakken. Oké, als ik kool tegenkomt, zou ik het gelijk vertellen. Zo, dit gaat zoveel makkelijker, dit. En die Rick, die is hier nog steeds sloom bij. Is die AFK? Die gaan we echt profijt uithalen. Sorry, Rick. Kom, ga ik verder naar beneden. Als we nu lava tegenkomen, hè? Ja, dan is hij dood. Zullen we het gewoon... Oh, hij is offline! Hoezo? Nou, dan gaan we loser, weer omhoog. Rick. Zullen we het helemaal dichtbouwen? Gewoon boven ons inderdaad. Oh, dat is zo'n kutwerk, hè? Om dit helemaal weer dicht te bouwen. Of, oh, ja, maar dat moet jij moet dat niet hebben in jouw bank. Dit zijn geheime gangen. Ja, dit zijn geheime gangen inderdaad. Voor, dat is niet veilig. Dan... Nee, klopt. Ja, dit kan je gewoon zo doen, joh. Even kijken hoe ver Rick hierboven was, hè? Even kijken of Rick zijn werk wel goed doet. Jemig! Ja, oké, hier doet hij wel goed zijn werk. Ja, maar wij doen het sneller dan wij wat hij heeft Wij doen sneller gedaan. En efficiënter. Ja, daarom. Ik denk dat ik Rick maar ontsla. Zo, de bank is klaar van binnen. Hij is af. Yes. Yes. Ik wil de kluis huren. Hier, je kluis. Dan kan je hieronder je blokjes er doen. Stop maar in wat je in je kluis wil doen. Op slot. Niemand die het in kan breken.
ga je ik doen? Ik moet mijn pickaxe reviven. Hoe ga je dat doen? Dat weet ik niet. Wacht, ik ga mee. Elke keer als ik trouwens een keer online kom, is er wel iets anders. Is er wel een kutprank uitgehaald of zo, weet je? En wat was het deze keer? Ja, dat daarnet. En ik ben dood gegaan eraan. Flashback! Nee, geen flashback! Jeet! Wat is het? Oh. Ik wist het. Wat hoor ik? Waarom klinkt het zo raar? Stop! Hou op! Ga mee. René moet uploaden. René, wow, start dit is al vanaf die start. Ja, klopt. Dan gingen we hierheen. En dan is het goed, is het hier beneden. Ja, kijk. Flashback! Nee! René start een YouTube-kanaal. Oh. René moet uploaden. Waarom zijn je flashbacks? Waarom gaan we nou weer hierheen? Wel. Oh, je landde daar. Wat lijp. Zijn hier kwarts? Ik zie geen kwarts. Er is nergens kwarts. Kwarts. Zonder van je pickaxe. Ah! Dag. Nee! Hoezo, kwarts dag? Is voor mij. Nee. Waar ben jij? Ben jij zo ver al? Natuurlijk. Gast, hoe ben je zo snel? Ik ben snel aan het vliegen. Huh? Oh, maar deze, wat ben jij snel? Hey, hier kunnen we toch maar de sol bij kunnen we. Moet je zien, de hele muur hier is gewoon plat. Huh? Wat ziek. Ja, cool, hè? Bastion. Dat is Frans voor bastion. Bastion. Die is kwarts. Ja, die wilde ik ook gaan hakken, maar Pumba kwam eraan. Laat Pumba met rust. Pumba heeft niks fout gedaan. Kom, we moeten wel bij elkaar blijven. Dat is belangrijk. Durability is zo weer op 933. Die van mij is alweer op 602. Mag je zo niet. Nee! Stop! Stop, dan gaan we echt dood. Ja, stop! Stop, dan gaan we dood. Waar ga je heen? Naar een nieuw gebied. Ja, maar weet je hoe kut het voor jou is om terug te gaan nu? Ja, en ook om voor jou deze kant op te komen, dus we staan kiet. We gaan niet onder elkaar hakken, hè? Nee. Pinkie promise? Nee, duim. Big thumb. Ah! Waarom gaan we zo ver? Aha! Nee, niemand mag jou! Laat weten in de comments als je Max niet mag. Nee, stop. Zeg dan trompet met fluiten, aardbeiensoep. Trompet met fluiten als je mij niet mag, maar als je Robin niet mag... Aardbeiensoep. Als je Robin niet mag, is het aardbeiensoep. Ja, nee, als je mij niet mag, is het trompet met... Fluit. Ik weet het alweer. Ja? Ja, dat wordt een goed aardbeienseizoen, denk ik. Waar ben jij? Kwarts gaan hakken. Ja, maar waar? Kom, maak de sprong. Gok het. Ja. Deze reis heb je me al meerdere malen proberen te vermoorden. Dat is niet waar. Wel. Flashback! Nee! Waarom gaan we nou weer hierheen? Wel. Ah. Stop, dan gaan we echt dood! Ja, stop! Oh. Ja. Weten we de route überhaupt toch wel terug? Nee. Dat is een probleem. Dat is best een probleem, ja, dat klopt. Ik gok deze kant op. Ja, volgens mij wel. Ik heb het gevoel dat we hier naar rechts moeten. Ja, ik ook. En dan? Oh, hierheen, kijk! Iemand gaat hier echt vallen. Ja, ga maar. Offer jij hem maar op dan. Hier is kwarts gehakt. Een bastion. Ja, oh kijk, dit is het pad. Ja, vrijheid! Wat een avontuur. Met zo'n pickaxe gaat het veel te snel. Nee! Zou ik het hier ook doen? Nee, echt niet. Mojabo. Mojabo. Hey, kwarts! Nee! Verdomme. Ah! Ik heb mezelf bijna gepakt. Nee, je viel in de lava. Nee. Ik ga kijken of ik je spullen kan pakken. Oh, je spullen liggen er. Net aan naast de lava. Net aan daarnaast. Oh, wacht. Volgens mij is het belangrijkste niet in de lava gevallen. Je armor heb ik. Ik heb je zwaard, je pickaxe, je axe, je shovel. In principe is volgens mij met geluk is er niks in de lava gevallen, denk ik. Oké, wacht. Maar ik bouw wel omhoog voor ons. Ja, dat doe je zeker. Dames en heren, dit is door de reden dat niemand Max mag. Kijk, ik zei ik bouw omhoog voor ons, maar ik bouw eigenlijk alleen omhoog voor mezelf. Ik vind het me leuk. Ik zie je weer thuis. Nee. Het leuke is, ik heb jouw XP opgepakt, dus nu is mijn pickaxe wel helemaal bijna gemaakt. Goed. Ik weet wie er dood gaat. Nee. We maken elkaar niet dood, toch? Flashback! Nee! We gaan niet onder elkaar hakken, hè? Nee. Pinkie promise? Nee, het duim. We hakken niet onder elkaar weg, toch? Nee, inderdaad niet, nee! Oh, pak hem. Oh, bijna. Ja,
Bijna. Maar je hebt zoveel geluk dat je echt een centimeter naast de lava viel. Ja, dat weet ik. Dat is echt het grootste geluk ooit. Maar daar moet je wel mij voor bedanken, denk ik. Ja, nee, bedankt. Dat je me net niet in de lava hebt gehakt. Aan de andere ik ben kant eigenlijk dus. Wel klaar mee met het hakken. Nee joh. Nou, we kunnen in ieder geval ver genoeg door zonder problemen te krijgen. Laten we het op een bepaald aantal blokken houden. Dan weten we in ieder geval tot hoe ver we moeten. Ja, doe jij maar dat. Zullen we zeggen welke eerst tot hier? Dit is gewoon de lijn. Wat is de lijn? Hier, waar ik nu ben. Dan hebben we denk ik al ver genoeg. Toch? Ja. 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 Ik ga jou slaan. Hoezo? Ik ben altijd zo aardig voor je. Ben jij nou dood? Dat kan ik ook niet zoveel aan doen. Zal ik hem op een gegeven moment gooien? Nee. Geen flashback. Nee, stop. Stop. Nee, oké. Ik hou hem in. Dankjewel. Toch niet flashback? Nee. Nou, wat überhaupt? Dat ik dood ging. Oh. Een paar seconden geleden nog. Ik heb eigenlijk gewoon geen edit-tijd voor al die flashbacks. Dan knip je ze er maar allemaal lekker uit. Nee, ik ga ze wel in, vind ik leuk. Kunnen we er niet even een lekker muziekje onder zetten of zo? Hoezo een lekker muziekje? Ja, dan gaat het hakken sneller. We zouden karaoke doen. Oh ja. Dancing Queen. Young and sweet. Digging the Dancing Queen. Oh. De wielen van de fiets van Piet van Pa. Wat was dat? Zoek maar op. Nee, dat bestaat niet. Ja, echt wel. Nee, dat geloof ik echt niet dat het bestaat. Dat is echt, dat is van dezelfde zanger als Lief Klein Konijntje. Oh, trouwens, ik had al je ingangen dichtgebouwd. Heb je dat gezien? Dat was jij! Oh, ja. Vreselijk. Ik zei, wie heeft dit gedaan? Echt elke ingang was gewoon met cobblestone dichtgebouwd. Ja, ik had het over, dus ik denk dat moet weg. Ja, dan in plaats van dat je het weggooit. Auw. 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 Henkie. En de goblet of fire. Henkie, the prisoner of Azkaban. Stop. We zingen telkens hetzelfde. Maar de titel is alleen anders. Ook gewoon. Maar ik vraag me af, wil ik dit zo helemaal naar achter? Is wel cool, denk ik. Als ik hier gewoon echt een mega ruimte van maak. Nee. Jawel, met palen en balie. En zoals Harry Potter. De Gringotts Bank. Ja, dan moeten we dat daarboven ook helemaal gaan hakken als we legit, zeg maar, dit ook weg willen hebben. Zullen we dit anders gewoon de Robin en Makkers bank maken, dat gewoon onze bank is? Dan mag jij, als jij mij gewoon blijft helpen hiermee, is het ook jouw bank. Ik heb de voorkant gewoon gemaakt en weet ik wat, het is hier wel in mijn gebied, maar dan kunnen wij samen deze bank hosten. Dat is goed. Henkie de Force Awakens. Kan je even helemaal aan het einde, kan je daar zeg maar omhoog hakken, dan weet ik waar ik moet stoppen. Auw. Gaan we even leeg halen. Ik moet gewoon een Minecraft texture pack maken dat als je damage krijgt, dat je niet oeh hoort, maar auw. Ja, dat is heel simpel te doen. Een Henkie texture pack. Ja, of alle villagers. Ah, een creeper. Ah, nog een creeper. Ah, mees. creeper, mees. Ja, ik denk dat hij een axolot bedoelt. Zijn beest doodgeslagen. Het is wel heel groot. We hebben wel echt nice veel uitgehakt gewoon. Ja, ik hoop niet dat je heel veel interieurplannen hebt met hele dure blokken. Nee, gewoon een beetje ijzer wil ik de palen van doen. En dan de emerald details en misschien wat diamondblokken ertussen. Oké, mees gaat een axolot van me lenen, jongens. Nu ik het zo zie, er zijn wat nieuwe mensen in Content Veen, zoals mees. Maar jij wil één axolot? Ja, een gele. Ik moet een gele van Piet. Je moet een gele, want je hebt die van Piet. Ik heb gisteren bedoeld met een vis en zijn exlot al doodgeslagen. Ik ga het weg als ik slot er wel. Ik heb een gele voor, maar ik wil wel echt een gele ervoor terug, hè, in de toekomst. Kijk, ik daar heb je er een. Ik ga het proberen, want ja. Ik wil deze, echt exact deze wil ik terug, want dit is gewoon familie. Nou jongens, voor deze keer was het alweer de video. Ik hoop dat jullie hem leuk Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het was een beetje een ander soort video dan normaal. Lekker met Robin een beetje op pad in plaats van de hele dag in mijn base bouwen. Laat maar weten wat je leuker vindt op pad gaan. Of met Robin chillen of met andere gasten chillen. Bedankt voor het kijken. Abonneer zeker allemaal als je dat nog niet hebt gedaan. Like ook even en spreek ik jullie de volgende video. Spreek je later, glaasje water. Tel tot 4. Een lesje bier. Doei.